Vandaag gaan we kijken naar 6 setups die jullie hebben ingestuurd. En die gaan we beoordelen en bekijken. Dus ga er goed voor zitten. Dan gaan wij naar de eerste setup van vandaag. Dit is de allereerste setup van Lewis. En Lewis is 13 jaar oud en gebruikt deze setup voor gamen, videobewerking, werk, Photoshop. En hij maakt ook nog streams. Iets wat meteen opvalt zijn natuurlijk de 4 monitoren die jij in je setup gebruikt. Dat vind ik er wel echt extreem uitzien. Het lijkt me ook wel handig aan de ene kant met 4 monitoren. Maar het is ook wel weer heel erg veel ruimte die je inlevert op je bureau. Je ziet ook dat jij voor je bureau gewoon 3 van die extra ondersteuningen hebt neergezet, omdat je ja, heel erg veel gewicht hebt door die 4 monitoren. Maar ik vind het er dus wel cool uitzien. Wel vind ik het dus een beetje zonde van je PC dat dat achter je monitor staat. Ja, je kunt dat bijna niet meer fixen. Als je zoveel monitoren hebt, dan is de ruimte enigszins beperkt. Want hier hebben we een foto van de PC en hij ziet er wel gewoon heel erg goed uit. Dus het is bijna zonde dat hij niet in het zicht is. Het is ook een hele goede PC met een 4070 en een i7 van de 13e generatie. Hij staat tenminste op je bureau en je kunt hem gewoon gebruiken. Dus dat is handig. Wat ik wel echt jammer vind in deze setup, dat raad je misschien al, dat is de cable management. De kabels zijn wel echt all over the place. Ik zou niet goed in zo'n rommelige setup kunnen werken. Dus daar zit nog wel echt een puntje van verbetering. Maar verder heb je wel gewoon echt een hele leuke setup. Peripherals zien er ook een beetje verouderd uit. Of in ieder geval het toetsenbord. Dat is een Dell toetsenbord. Wel een full-size toetsenbord. En je hebt een witte muis, die staat wel nice. En een muismatje. Iets van persoonlijk mis nog wel een beetje in de setup. En ook mis ik een klein beetje een color scheme in deze setup. Want je hebt een blauwe achtergrond, een rode ledstrip. En dan heb je verder ja wel alles zwart in je setup. Behalve dan weer de muis. Dus daar valt ook nog een klein beetje te fine-tunen. Maar ik vind het wel een goede setup. En je schrijft ook nog dat je een andere muismat wilt. En waarschijnlijk is het toetsenbord ook nog iets wat jij nog gaat aanpassen in deze setup. Dus als je die 2 dingen doet, dan denk ik dat het color scheme een beetje beter is. En dat je nog samen met de cable management, niet te vergeten, de setup echt kan upgraden. Dus als we dit een cijfer zouden moeten geven, geef ik dit voor nu een 6,5 van de 10. De tweede setup is deze van Nikolai. En Nikolai is 14 jaar oud en gebruikt deze setup eigenlijk alleen om te gamen. En voor een gaming setup vind ik dit er op zich niet eens heel erg onaardig uitzien. Ik vind het goed dat je een beetje gedacht hebt aan een kleurthema met paarse RGB in de PC, de achtergrond. En de setup is zo clean dat hij eigenlijk een beetje persoonlijkheid mist. Want ja, naast je drinkfles en hier een poster aan de muur hangt er niks of is er niks. Dus dat mis ik wel een klein beetje. De cable management hier kan op zich ook nog een kleine upgrade gebruiken. Is niet heel erg slecht. Je hebt maar een aantal kabels hier. En hier aan de rechterkant ook nog wat kabeltjes. De kabels op je bureau vallen op zich mee. Je hebt van je muis, je toetsenbord en je muismat kabels. Dus ja, daar kun je niet echt aan ontkomen. Je zou ze samen kunnen binden, is het iets cleaner. En de PC ziet er op zich ook zeker decent uit. Daar heb jij een 3060 in zitten. 32 gigabyte en een i7 processor. Dus dat is op zich prima. Daar kun je al wel wat dingen mee. En je gebruikt hem alleen voor gamen. Dus dan denk ik dat je hier nog wel even mee vooruit kan. Dus wat je eventueel zou kunnen upgraden in de toekomst is een dubbele monitor. En dan nog wat decoratie aan de muur om het echt te verbeteren in deze setup. Misschien wat RGB, net als zo'n Govee line dingetje. Of wat nanoleafs. Of gewoon een plankje met wat poppetjes erop. Of wat dingetjes die jij leuk vindt. Dat zou de setup al een heel stuk meer persoonlijkheid geven en wat leuker maken. Dus daar kun je nog naar kijken. Maar op zich, voor het begin vind ik dit best een prima setup. Je bent ook pas 14. Dus als ik dit een cijfer zou moeten geven, dan geef ik het een 7 van de 10. En dan komen we nu aan bij de setup van Melle. En Melle is 14 jaar en deze setup ziet er echt super cool uit. Ook met een super dikke PC. En de overall van de setup ziet er echt heel erg goed uit. Ook de kwaliteit van de foto's is heel erg hoog. Dus echt een goede setup. Ik vind vooral hoe clean de setup en tegelijkertijd hoeveel persoonlijkheid de setup heeft, vind ik echt het beste eigenlijk aan deze setup. Dus niet te veel dingen, maar het is wel gewoon heel rustig. Omdat je gewoon een hele nette setup hebt gebouwd. Geen onnodige kabels. Hier alleen van je toetsenbord en van je oplader een kabel. En verder is alles gewoon goed weggewerkt. Dus dat is nice. Je hebt wat RGB aan de muur. Die vind ik echt heel erg cool eruit zien hier. Die Govee line. En dan rechts van je setup die IKEA packboards met allerlei decoraties. Ziet er echt cool uit. En deze PC, ja, deze Liangli case, die komt natuurlijk heel vaak terug. En met Liangli fans. En een volledig witte beeld eigenlijk. Dat ziet er gewoon echt heel erg strak uit in deze setup. Je hebt een 4070 Ti ook in deze PC zitten. Dus echt een high-end PC. Daar kun je in ieder geval de komende tijd niks meer aan upgraden. En ook heb je hier een aantal van jouw toetsenborden laten zien. Ja, die zijn ook allemaal echt super cool. Dan kun je eigenlijk gewoon kiezen welk toetsenbord je wil gebruiken. En dan
bijvoorbeeld je hele color scheme daarop aanpassen. En dat is echt heel erg nice. En ook jouw cable management is echt extreem goed gedaan. Je hebt allemaal van die kabelgoten gebruikt. En daar zitten al jouw kabels in. En verder heb je eigenlijk helemaal geen kabel daarbuiten. Dus ja, dit is gewoon echt heel erg goed gedaan. Ik zou ook bijna niet weten wat je nog aan decoratie of andere dingetjes kunt verbeteren om jouw setup beter te maken. Misschien kun je het color scheme nog iets meer in een bepaalde kleur houden. Maar als je juist een beetje de diversiteit in je setup wil houden, dan snap ik dat je bijvoorbeeld een blauwe muismat hebt en een houten bureau of iets. Want ja, je hebt ook gewoon nog plantjes hier en er zijn niet echt dingen die je kunt verbeteren, denk ik, op dit moment aan deze setup. Ook de PC is heel erg goed. Dus ik denk als we deze setup een cijfer zouden moeten geven, dat we bijna op een 10 van de 10 uitkomen. Maar misschien dat het color scheme dan nog helemaal hetzelfde zou kunnen zijn en dat je dan op de 10 van de 10 uitkomt. Maar dat is een beetje mijn persoonlijke mening. Dus ik denk dat ik het een 9 van de 10 geef. En dan komen we nu aan bij de setup van Raf. En Raf zegt dat hij 18 jaar oud is en dat hij zijn setup vooral gebruikt om te gamen. En de game die hij dan het meeste speelt is Fortnite. Nou, ik denk dat je prima Fortnite kan spelen in deze setup. Maar wat wel natuurlijk opvalt is de cable management die hier een beetje chaos is. Cable management hoeft echt niet perfect te zijn, maar je moet in ieder geval niet met je benen tegen allemaal kabels komen. Dat vind ik altijd super vervelend. Dus misschien dat je daar nog een kleine upgrade kan doen. Verder ziet je setup er op zich decent uit. Ik weet niet of je jouw glazen paneel hier altijd zo hebt of dat je dat gebruikt hebt voor de foto, want anders lijkt me dit niet ideaal. Dit is namelijk een foto van jouw PC en ik vind het op zich bijzonder dat je nog heel veel kan gamen op deze PC. Hij ziet er namelijk best wel verouderd uit. Dus vandaar dat je misschien ook één monitor gebruikt. Ik zie ook best wel wat stof hier op jouw scherm zitten. Ik denk dat je de PC een kleine makeover zou moeten geven. In ieder geval stofvrij zou moeten maken. En een upgrade is daar ook wel nodig. En ook bijvoorbeeld jouw bureau zou je nog iets stofvrij kunnen maken. En wat upgrades kunnen doen. De muismat ziet er namelijk ook wel een beetje geleefd uit, gebruikt uit. En ook zelfs jouw bureau hier lijkt een beetje zelfs af te zakken. Omdat de monitor misschien te zwaar is. Of in ieder geval de monitor stand. Dus daar moet je nog wel wat dingetjes aan doen. Je stoel ziet er wel gewoon comfortabel en prima uit. Die kun je nog wel even in de setup gebruiken. Maar ook wat persoonlijkheid mis ik wel in deze setup. Ik heb namelijk een hele muur die nog ongebruikt is. Daar kun je misschien nog wat leuke dingen op hangen. Een plankje, wat RGB of wat andere dingetjes die jij leuk vindt. Wat wel gewoon heel erg positief is in deze setup is een kleurschema. Je hebt namelijk alles in het zwart en dan de RGB een beetje blauw en paars. Dus dat is heel erg goed als je dan nog iets met de muur zou doen om dat thema terug te laten komen en dan wat upgrades doet aan bijvoorbeeld het bureau, de PC, de muismat. Dan denk ik dat jouw setup er echt meteen al een stuk beter uitziet. Dus ik denk dat we deze setup op dit moment niet meer kunnen geven dan een 6 van de 10. En dan komen we nu aan bij de setup van Timo. En Timo die is pas 13 jaar oud en gebruikt deze setup voor gaming. Een klein beetje voor school en natuurlijk ook voor YouTube om video's te kijken en allemaal dat soort dingen. En ik denk dat dat dingen zijn die jij prima met deze setup kunt doen. Je hebt deze setup gebouwd onder wat plankjes. Dat vind ik er wel grappig uitzien. Er zitten echt hele dikke boeken boven. Ik weet niet wat dit zijn. Vandalen is volgens mij iets van woordenboeken of zo. Dus dit zijn echt extreme schoolboeken. En hier heb je ook nog iets staan. Volgens mij een hele oude cd-speler of zo. Wel heb je een lekker grote muismat. Die vind ik goed staan in de setup. Je toetsenbord en muis zien er goed uit. Je gebruikt één monitor in de setup. En ik denk dat dat voor nu ook wel het enigste is wat kan. Je kunt er misschien nog hier eentje rechts doen. Maar ik weet niet of daar precies genoeg ruimte voor is. En daarboven gaat sowieso niet door die plank. Maar het is wel een beetje door dat plankje en ook wat hier links staat, iets van een tv, vind ik het een beetje een drukke setup. Weinig ruimte, voelt het heel erg bekrompen. Als je zorgt voor meer ruimte voor de setup, denk ik dat de setup er beter uit zou zien. Want je hebt gewoon een kleurschema met zwart en blauw. Dat is gewoon heel erg goed in deze setup. Maar vooral ruimte, groter bureau en dan kun je nog switchen naar meerdere monitoren en kun je gewoon wat personalisatie doen voor alleen de setup, want nu zijn het boeken en zo en die hoef je niet per se in je setup te hebben, denk ik. Ik denk niet dat dat is omdat je dat zo cool vindt om in je setup te hebben, maar meer omdat dat er al was. Maar de PC ziet er goed uit, de peripherals zien er nice uit en de monitor is ook helemaal goed, dus dat zijn de goede dingen van de setup. En de ledstrip vind ik ook heel erg nice, geeft gewoon sfeer en een beetje RGB is altijd lekker in de setup. Dus als we dit de cijfer zouden moeten geven, dan geef ik deze setup een 6,5 van de 10. En dan zijn we nu aangekomen bij de setup van Tijmen en Tijmen is 13 jaar oud en gebruikt deze setup voor gamen, school, editen en muziek te luisteren. En ik vind dit echt een hele coole setup. De hoeveelheid persoonlijkheid in deze setup is echt extreem. En ik zie ook meteen wat dingetjes. Hier vind ik mijn logo met een muismat. Wat ik echt super cool vind om terug te zien. En die vind je ook hier op deze tablet. Gewoon al met al, er zit niet echt een kleurschema in de setup. Maar ik vind de setup er wel gewoon heel gezellig en leuk uitzien. En dat maakt hem denk ik heel erg goed. En ook de PC ziet er gewoon heel erg nice uit. Ik vind wel met de hoeveelheid persoonlijkheid dat je bureau misschien iets groter zou kunnen.
runnen. Die kun je misschien nog wat upgraden in de toekomst. Past allemaal precies, alleen het maakt het wel heel erg druk, omdat alles bijna tegen elkaar aanstaat. Hier ook met die verticale monitor. Je hebt ook leuke peripherals, een toetsenbordje met twee verschillende soorten keycaps en een muis. En hier vinden we ook nog een betere foto van jouw PC. Daar heb je een 1660 in zitten en een i7. Dus op zich een prima PC die je kunt gebruiken. Zal je in de toekomst wel een keertje gaan upgraden, denk ik. En ook de cable management is, ja, hij is gedaan. Hij is niet perfect. Maar verder, je hebt hier ook een potje die gewoon is omgevallen. Die had gewoon zo weinig plek dat hij dacht, ik ga hier gewoon even liggen. Dit kan nog wel een klein beetje verbeterd worden in de toekomst. Onder je bureau een beetje hetzelfde. Je hebt het wel samengebonden, maar je zou het misschien nog tegen de onderkant van je bureau allemaal aan kunnen doen. Dat soort dingetjes om het nog iets beter te maken. Maar je hebt in ieder geval al moeite gedaan. Dat is het belangrijkste. En ook hier achter je setup heb je wat foto's gemaakt van wat decoratie. Het zijn blikjes en wat plantjes. Nou ja, dat geeft de kamer in ieder geval sfeer. En hier vinden we nog een andere foto van de hoek van de setup. Dus ik vind de setup er wel gewoon goed uitzien. Vooral de persoonlijkheid in de setup vind ik een heel erg groot pluspunt. Maar als je dan nog wat dingetjes zou willen verbeteren, zou ik werken naar een kleurthema met een aantal kleuren. Niet te veel verschillende kleuren. Dan wordt het iets te druk. En het bureau is misschien ook net iets te klein voor wat je er allemaal op wil hebben. Dus die kun je misschien ook nog upgraden. En dan later in de toekomst, als je eenmaal merkt dat je PC wat achteruit gaat, kun je PC nog upgraden. Dus als we deze setup een cijfer zouden moeten geven, geef ik jou een 7,5 van de 10. Echt goede setup. Als je tot hier hebt gekeken, drop dan nog even een like op de video en abonneer voor meer video's. En als je nog een video wil kijken, dan kun je bijvoorbeeld deze video checken.